Welkom iedereen, we zijn aan het vloggen hier in Suriname. Het is vandaag 30 december en we zitten in de auto onderweg naar... Maar het... Nee, mijn tasje. Mijn tasje, en je moet hier afslaan. Good job, babe. Hallo. Let's just get this out of the way. Merry Christmas. Fijne jaarwisseling. Zalig uiteinde. Happy New Year. Al gezegende 2016. Nee, was dat een grap? Welkom terug op mijn kanaal. Ik ben blij dat je weer kijkt. Ik ben, ik hoop dat je blij bent om mijn gezicht weer te zien. Maar zoals je weet ben ik naar Suriname gegaan. Vorig jaar voor jaarwisseling, kerst, oud opnieuw. En ik had alles gevlogd. Dingen zijn niet gegaan zoals ik had gepland. Daarover hoor je meer later. Maar ik wilde je toch nog laten zien. Dus ik hoop dat je het interessant vindt om nog steeds gewoon te zien wat ik allemaal heb gedaan in Suriname. Ik heb echt mijn best gedaan om het voor je vast te leggen. Het wordt waarschijnlijk een lang filmpje. Dus ik heb wat thee. Je kan ook wat thee halen als je zin hebt in gezelligheid met een warm drankje. En ja, dan gaan we kijken wat ik allemaal heb gedaan. Slokje. I went to a dance class. Ik heb dansles gekregen. Mariette Zomer, die woont in Suriname. Die kijkt mijn filmpjes en die deelt ze heel vaak. Hey Mariette. Ze heeft me dus gevraagd of ik gewoon te gast zou willen zijn bij een dansles. En om heel eerlijk te zijn, toen ik dat hoorde, het eerste wat ik dacht was... Maar nou, hoe ga ik dat doen? Ik kan niet dansen. Maar ik heb mezelf gezegd dat ik nieuwe dingen wil proberen die me eng lijken. En dit leek me heel erg eng. Because I don't like making a fool of myself. En ik wist zeker dat als ik naar een dansles zou gaan, ik op een gek zou lijken. Maar ondanks dat alles besloot ik het te doen. En ik besloot het te vloggen. Dus... Daar gaan we nu naar kijken. Oké. Ik heb mijn laptop op mijn schoot en ik ga even kijken hoe dat is gegaan. Laten we kijken hoe het ging toen ik het moest aanleren. Oké, stretchen gaat nog. Oké, en Mariette zegt me nu dat ik naar voren moet gaan. Waarom zei ze me dat? Ik dacht echt op het moment van, what the heck am I doing? Op een gegeven moment dacht ik, als ik gewoon doe alsof ik weet wat ik doe, met een flair, dan zal het goed gaan. Blijkbaar niet. Ik pak wel snel steps op, dat moet ik wel zeggen. Ik kan wel meegaan, maar het ziet er gewoon niet uit wat ik doe. Beeld zo draaien, dat kan ik het niet. Jongens konden hun beeld beter draaien dan ik. Wat doe ik? Kijk. Hey, maar die jongen draait zijn beeld beter dan ik. Hey. Oké, het is moeilijk. Dit is het truitje. Helemaal onder de zweep. En dit is Mariette. Hi Mariette. Mariette heeft me uitgenodigd. En doe ik het even erg als ik denk? Nee, helemaal niet. No rhythm. No rhythm at all. Maar oké, okay, nu gaan we in groepjes. En ik moet in een groepje van zijn. We zijn groep 3. We zijn groep 3. Meestal ben ik nu nummer 1. Dus... Party.
Mijn conclusie. Ik heb echt genoten. Ik vond het een hele leuke les, moet ik zeggen. Ik heb gezien, ik ben geen danseres. Als ik ooit een carrière wilde als een danseres, dan hield ik mezelf voor de gek. Maar wat ik wel ervan heb geleerd is, dat wil ik dus ook aan jullie meegeven en daarom laat ik het zien. Doe dingen die je eng vindt. Als je zin hebt om iets te doen en het lijkt je leuk om het te doen, maar je denkt dat je het niet goed gaat doen. Of je denkt dat je niet perfect gaat zijn als je het doet. Doe het juist om die reden. Doe dingen buiten jouw comfortzone om jezelf te leren. Dat je een beetje buiten je comfortzone moet treden om te groeien. Sinds ik terug ben in Nederland, probeerde ik wel een beetje in mijn comfortzone te blijven. Maar hoe ik dit had gezien, liet het me echt weer denken van nee. De reden waarom ik dat juist heb gedaan. Iets waarvan ik weet dat ik niet zo heel goed ben erin. En ik heb het gedaan voor veel mensen die me konden zien. Ik zet het op YouTube. Is omdat ik niet in alles perfect hoef te zijn. I can do things because they're fun. En ja, soms ga je eruit zien als een idioot. Zoals ik daar net eruit zag. Maar it doesn't matter. Because you're having fun. Maar oké. Dat was wel een van de experimenten. Telere dingen die ik heb gedaan. Verder heb ik ook gewoon rustige dingen gedaan. Ik ben gaan zwemmen met vriendinnen. Dat laat ik ook even snel zien. Oké, welkom bij Diana Tsunarika. In het hartje van het uitgangscentrum van Paramaribo is Tsunarika een goed bekende oase. Kom. In midden op de bocht en raak verfrist. En dit is een wonderful orb of Tsunarika. Waar je kunt zwemmen, sauna kunt genieten, whirlpool, tennissen. En je kunt ook nog genieten op de pier. Ja! Kijk hoe mooi blauw dit wordt. En als je er eenmaal bent, valt er nog één ding te doen. Genieten. Ze wil alleen kaas, maar Tsunarika heeft ook een assortiment van de beste kaassoorten die je zult vinden op aarde. Zullen de vogels vinden Tsunarika leuk? Kom genieten! Verder heb ik nog heel veel random dingen gedaan die best wel leuk waren, die ik jullie ook ga laten zien. Maar grootste deel waarom dit gaat is kerst en jaarwisseling. Ik was begonnen te filmen op kerstnacht. We zijn naar de kerk gegaan. Gezellig. Leuk. Ik begon toen ook te filmen op kerstdag zelf. Maar die dag in de middag is mijn oma ziek geworden. En dan kan je je voorstellen dat ik geen camera ga pakken en iedereen ga filmen. En dat ik er zelf ook geen zin in heb. Dus alles wat ik die dag heb gefilmd en de bits en bob, die ga ik dus niet erin zetten. Ik ga dus alleen kerstnacht erin zetten. Daarna heb ik nog wel het ene en ander gefilmd. Op oudjaar zelf heb ik gefilmd. De 30ste heb ik gefilmd. En ja, de 30ste heb ik gefilmd. En de 31ste heb ik ook gefilmd in de stad. Maar in de middag, op de 31ste, is mijn oma dus komen te overlijden. En je kan je voorstellen dat ik dan niet meer heb gefilmd. Ik heb toch echt mijn best gedaan om leuke dingen vast te leggen. Omdat ik heel lang hiernaar heb uitgekeken om om in Suriname te kunnen vloggen. Dus ik heb geprobeerd het beste ervan te maken. Dus de dingen die je dan ziet, ik hoop dat je ze leuk vindt. Hou rekening dat ik niet alles heb gefilmd wat ik kan filmen. En enjoy. Met kaartjes leuk. maar oké. We zijn de 30ste zijn we naar KKF gegaan. Er was een Kawina festival als ik me niet vergis. We zijn gegaan toen het best wel rustig was. Om een beetje een vibe te krijgen van wat er zou gebeuren. En toen het wat drukker werd zijn we weggegaan.
Daarna zijn we naar het vat gegaan. Er was een street party. Overal had je gewoon busjes met muziek. Plekken met muziek. 31 december ging het feestje gewoon door. We hebben ons verslapen tijdens Pagara Estafette. Dus we hebben dat niet meegemaakt. We zijn wel naar de stad gegaan voor meer muziek. Dus dat ga je nu zien. Thank you.
Ja, oké. Okay, so, dat was hetgene dat we hebben meegekregen van oudjaar. In de middag is mijn oma dus komen te overlijden. En weet je, het enige dat ik daarover kan zeggen is dat ik God heel erg dankbaar ben dat ik er was op dat moment. En dat ik met mijn familie kon zijn, dat ik heb kunnen groeten, ik heb afscheid kunnen nemen. So, you know what? Dat was alles dat ik ooit heb kunnen vragen van die periode. Ja, ik ben al een tijdje terug in Nederland en ik probeer gewoon even mijn leven achter de schermen, wat je niet ziet, probeer ik gewoon op te pakken en een beetje mijn weg te vinden. Dus ja, vandaar dat je dit nu pas ziet. Ik heb ook een beetje te veel smoesjes verzonnen voor mezelf. Waar ik mezelf nu zeg van, hey Minerva, je moet gewoon beginnen, weet je. Doe niet lui, doe niet gek. Doe gewoon wat je leuk vindt. En dit vind ik leuk. So, 2016. We zijn er. Er zijn wel wat meer dingen gebeurd in Suriname die ik heb gefilmd, die ik heel leuk vond. Maar om dit niet een te lange vlog te maken, heb ik ze even eruit gehaald. Eén ding heb ik wel in een apart filmpje gezet. Sharon en ik waren in de auto en we hebben het gefilmd. En ik vond het best wel gezellig. Dus ik ga dat hier zo zetten. En als je gewoon zin hebt, als je een langer filmpje wilde, en je hebt gewoon zin om even met ons te chillen in de auto, je ziet ook Nagina, je ziet leuke dingen, dan klik hier zo. Misschien wanneer ik een auto heb. Maak ik iets nieuws ervan. Sharon en Minerva in de auto. Let me know als je dat interessant zou vinden. Maar ik vond het heel leuk om te zien. Dus ik heb het een apart filmpje gemaakt. En je kunt ernaar kijken als je wil. Ik vond het best leuk. Dankjewel dat je hier zo nog bent. Dankjewel dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je hebt genoten van dit filmpje. Ik heb echt mijn best gedaan om dingen vast te leggen. Als je het toch wel leuk vond, geef het alsjeblieft een duimpje omhoog, want ik heb wel echt mijn best gedaan. En als je nieuw bent op mijn kanaal, yo, welkom, welkom. Subscribe button, abonneer knop is vlak hier zo. I'll see you again. Heb je zin in nog meer filmpjes? Check mijn haarfilmpjes en mijn eerste vlog. En ik zie jullie snel. Het gaat niet te lang duren voordat je me weer ziet. Ja? Yeah?